zelfs alleen naar deze dienst. Ik vind het ontzettend fijn om hier te zijn. We hebben mooie nummers op de lijst. Dus we hopen op een hele mooie, maar vooral zegende dienst waarin God ook zo'n aanwezigheid mag laten merken. We gaan verder met het nummer Waymaker. Thank you.
welkom in deze Celebration Time dienst. We zien dat ik de groep Lighthouse, we gaan ze alleen maar jaren hun meewerking aanzien. Ik voor de mensen die thuis deze dienst met ons mee vieren, een hartelijk welkom. Voorganger Joert is via Marines en de collecten binnen van de diaconie en de tjerken. De blom ging Joert met groetenis uit de gemeente naar vrouw Sigma Dijkstra op een kapelle. Lid ons nou in een moment van stilwijzen tarieden op deze dienst. Wil ik Elsen hier, uit namen van het Tjerkerie, een zegen het dienst aanwensen. Welkom, allegere. Wil de treden welkom. Maar ik ben echt heel erg blij om te zien dat er zoveel mensen komen binnen van een beetje. Ik ben heel blij dat we deze dienst met elkaar vieren maaien. En de muziek is, denk ik, echt een feestje. Als ik zo naar de tekst zie te zien en zo leesde van Heer, jou bent degene die te wonderen doet. Jou bent degene die het ons beter maakt, die de betere versie van uzelf naar voren brengt. Wat geweldig dat we zo'n Heer hebben, dat we hem zien maaien en dat we met elkaar van hem zongen maaien, bidden maaien en over hem leren maaien. Dat is wat we vanmiddag dwang gaan. Ik wil graag hem voorgaan in gebed. Goede God, wat geweldig om zo'n mooie dag hier in de sportzaal te vieren met elkaar. Dat we mogen weten wie u bent, waartoe u in staat bent. Dat u onze harten wilt raken en ons wilt verwarmen met uw liefde. En dat u de littekens en de blauwe plekken die we oplopen in het leven heel wilt maken. Dat is wat u bent, een heelmaker. Heere God, wij willen met u op weg gaan. En in dit uur willen we stilstaan bij niet oordelen. Hoe moeilijk is dat? Want dat doen we eigenlijk zomaar. Maar u wilt ons leren om op een andere manier met elkaar om te gaan. En wij willen weer van u leren. Wees ons nabij in dit uur. Vergeef ons de dingen die we verkeerd doen. En help ons om toch elke dag opnieuw het goede te zoeken. En om iets van uw liefde en uw licht in de wereld te brengen. Zo vragen we u een zegen over deze dienst. Wees ons nabij, kom met uw geest, vul onze harten. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. En dan willen we zingen. Opwekking 167.
Hey. Hoi, buurman. Hey, buurvrouw. Hey, Sietke. Hoi. Ik heb even de winkel in. Ja. Lekker waren bier, hè? Maar wel, hè? Ja, heerlijk. Mooi tintje erbij. Wat wil je nog meer? Waar de buiten al ben. Waar de buiten ben, ja. Inderdaad. Ja. Oh, sjeur, dat was een hele zool. Zet ze hem naar Doebeldeel. Ik nou. Tjonge, jonge, en op een verleden plak. Ik nou, ja, ze ben gewoon te lui om te rennen, jong. Liek het nergens op. Goeie, goeie. Het is heel vaak, hè, kleden. Ja, en dan de meesten die het echt nodig hadden, die heb ik in plaats. Nee, verschrikkelijk.
Oh nee, hè, daar zit ze weer, hè, die twee mondjes. Altijd mijn commentaar op iedereen en een roddelje. Jakkes. Nou ja. Ach, hier, misschien. Ik kom erom, hè, dat is Henk. Ja, inderdaad, ja. Weet je hoe het me kon nemen? Nee. Hertog Henk. Hertog Henk, oh ja. Die zit nou, altijd... Hertog een kistje voorop, hè? Ja, altijd een bier. Van mij die alcoholist, hè? Ja, altijd toonstachtig. Ja. Nou, dat zie je, hè. Ja, dat komt erom. Dat komt erom, ja. Hey, Gerrit en Arnold. Hey, Henk. Ah, jongen, toorstig waard, Henk. Of had ik een bier in? Ach, nee. Ah, nee, monsieur. Ik had hem een mooi blomke zien. Even voor de vrouw ophellen. Veer, de blomke zit erin. Ja. Hé, hey, jongens, ik geef weer verder, ja. Dus, Goeiedag, jongens, hey. Vrouw. Yo, hoi. Nou, die gaat er, ja. Ik veer er nergens om, hè. Op een of andere manier vind ik hem toch op die liedje. Nou, die had ik wel vaker, gij. Ja, dat vaker, ja. Dat dacht ik al, ja. Kom, Henk. Ja, ik hoor hem, maar daar hak ik iets voor. Oeh, ja. Dat ligt erop. Ja, heerlijk, man. Hak uit, baby. Oh, dat ligt erop, jong. Dat is leuk, jong. Ach, jakkes, daar is die keel weg met de soep. Ach, daar zitten ze bij, die alcoholisten. Oh, wat zullen ze nou bij Roever beroddelen? Ja, jong, die fans, die hebben wel al mening, hoor. Hè? Ja. Ach, ik vind er ook niks van onderdeeld. Nee. Dubbel. Nou ja, verstoor maar op nul, hè. Ja. Controle, hè? Maar niks, zei ze. Nee, precies. Vind ik ook. En waar is een vreemdeling komen wonen? Aan de rand van het bos. Varkentje had hem het eerst ontdekt. Heb je dat gezien? Zei ze opgewonden. Wat komt die nou doen? Wat is het er voor een? Vroeg Eend. Volgens mij is het een vieze, stinkende rat, zei Varkentje. Ratten, daar moet je voor uitkijken, zei Eend. Het zijn dieven. Hoe weet je dat? Vroeg Kikker. Dat weet toch iedereen, zei Eend verontwaardigd. Kikker wist het niet. En hij besloot zelf eens te gaan kijken. Toen het avond was, zag hij een rode gloed in de verte. Voorzichtig sloop hij naderbij. Aan de rand van het bos stonden een paar stokken met een lap erover. Het zag er rommelig uit. De vreemdeling was een potje aan het koken op een vuurtje. Het rook lekker. Het leek Kikker wel gezellig. Ik heb hem gezien, vertelde Kikker de volgende dag. En? Vroeg Varkentje. Hij lijkt me wel aardig, zei Kikker. Pas maar op, het is toch een smerige rat, zei Varkentje. Hij komt hier de boel opvreten en werken, ho maar. Ratten zijn brutaal en lui, zei Eend. Maar dat was niet waar. Rat was altijd bezig. Hij verzamelde hout in het bos en timmerde een tafel en een bank. En vies was hij ook niet. Hij waste zich iedere dag in de rivier. Op een dag besloot Kikker de rat te bezoeken. Hallo, zei Kikker. Ik ben Kikker. Ja, dat zie ik ook wel, zei Rat. Ben ik dom? Ik kan lezen en schrijven en ik spreek drie talen. Frans, Duits en Engels. Kikker was diep onder de indruk. Dat kon haast niet eens. Nu was Varkentje er ook bij gekomen. Waar kom je vandaan? Vroeg ze nijdig. Overal en nergens, zei Rat rustig. Waarom ga je niet terug? Je hoort hier niet, riep Varkentje. Ik heb veel van de wereld gezien, zei Rat onverstoorbaar. Het is hier rustig, uitzicht op de rivier, het bevalt me wel. En dat hout heb je zeker gestolen, zei Varkentje. Gevonden, zei Rat. Alles wat ik vind, dat is van mij. Smerige rat, mompelde Varkentje. Ja, ja, de rat heeft het weer gedaan. Altijd krijgt de rat de schuld, zei Rat somber. Met z'n drieën gingen ze naar Haas. Die vieze rat moet weg, zei Varkentje. Die heeft hier niets te zoeken. Hij jat ons hout uit het bos en hij is nog brutaal ook, riep Eend. Kom, kom, zei Haas. Hij is anders dan wij, maar hij doet toch geen kwaad? En het bos is van iedereen. Vanaf die dag was Kikker vaak bij Rat te vinden. Ze zaten op het bankje en genoten van het uitzicht. Rat vertelde van zijn avonturen op zijn verre reizen, want hij had veel meegemaakt. Varkentje kon het niet uitstaan. Je moet niet met zo'n smerige rat omgaan, zei ze boos. Maar waarom dan niet? Vroeg Kikker. Hij is anders, zei Eend. Anders, zei Kikker. We zijn toch allemaal anders? Nee, wij horen bij elkaar.
Het is bijna 4 en 5 mei. De data waarop de doden die gevallen zijn in de oorlog herdacht worden. En de bevrijding wordt gevierd. Op tv merk je dat zeker op. Oorlogsverhalen worden verteld. Want het is belangrijk dat we nooit vergeten wat er in de jaren tussen 1940 en 1945 is gebeurd. In het kader van deze dienst, met als thema Don't Judge, oordeel niet, kwamen beelden van zogenaamde moffenmeiden in mijn gedachten. Mof is een scheldwoord voor Duitser. En met moffenmeiden of moffenhoer werden vrouwen en meisjes bedoeld die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitse militair of die hiervan werden verdacht. Al tijdens de bezetting maakte het verzet en ook gewone burgers lijsten met namen van vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser. En direct na de bevrijding werden veel van deze vrouwen opgepakt door de ordendienst of de binnenlandse strijdkrachten. Men bracht hen naar een centrale plaats in een stad of dorp, waar ze in het openbaar werden kaalgeschoren en soms met pek werden ingesmeerd. Je ziet het hier op de foto. Deze afrekeningen werden goed georganiseerd en kwamen in het hele land voor. Je krijgt van de foto's die gemaakt zijn de koude rillingen. Je ziet er hier twee op de beamer. Kijk maar eens goed naar de gezichten van de omstanders. Sommige mensen lachen of kijken minachtend. Het lijkt alsof ze plezier hebben in het vernederen van deze vrouwen. Een volk dat net 5 jaar was onderdrukt en met de meest vreselijke uitingen van vernederingen en geweld te maken had gehad, deed bij de bevrijding eigenlijk precies hetzelfde met die vrouwen. Hoezo? Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Oordelen over een ander, voor je het in de gaten hebt, doe je het zelf ook. Oordelen is iets van alle tijden. Het gebeurde vroeger, het gebeurt vandaag en het zal ook in de toekomst gebeuren. Sieren lanceerde onlangs een campagne met spotjes die de polarisatie in de samenleving bespreekbaar wil maken. Polarisatie is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. In de buurt, op school, op de werkvloer, op social media, op al die plekken kun je polarisatie tegenkomen. En het is geen ontwikkeling die het prettig samenleven makkelijker maakt. En daarom is het verontrustend en is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn. Polarisatie levert vooral verlies op. Familie- en vriendschapsbanden hebben eronder te lijden. We dachten met de CT-groep hierover na en kwamen tot de conclusie dat het een neiging tot oordelen is die eigenlijk onder dat polariseren zit. Zoals ik al zei, dat oordelen wat we doen, dat is van alle tijden. In de tijd dat Jezus leefde, kwam het ook al voor. In een belangrijke toespraak die hij houdt, ook wel bekend als de bergrede, gaat hij hierop in. En hij zegt, veroordeel andere mensen niet. Dan zal God jou ook niet veroordelen. Want zoals jij kritiek hebt op andere mensen, zo zal God kritiek hebben op jou. En God zal jou beoordelen zoals jij andere mensen beoordeelt. Jullie letten goed op de fouten van anderen. Maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit. Je zegt tegen die ander, kom, ik haal die splinter wel even uit je oog.
Doe niet zo schijnheilig. Haal eerst die balk maar uit je oog. Dan kun je zelf weer goed zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van een ander halen. Die balk en die splinter, daar heeft Jezus wel een punt. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand die aangesproken wordt op gedrag wat vervelend of onacceptabel is, meteen in de verdediging schiet en begint met ja, maar... En voor je het weet, wordt de bal teruggekaatst en luistert diegene helemaal niet naar het kritiekpunt. Maar krijg je juist van alles over je heen, wat jij verkeerd zou doen. Kritiek geven en kritiek ontvangen is moeilijk. En we voelen ons zo snel aangevallen. Die splinter is trouwens vaak van hetzelfde materiaal als de balk. Je ergert je soms aan eigenschappen of gedrag wat je zelf ook vertoont. En misschien nog wel in sterkere mate. We zagen het net eigenlijk ook al in die filmpjes, hè? Jezus zegt eigenlijk, oordeel niet. Want je hebt vaak geen recht van praten. Want je vertoont hetzelfde gedrag. Kijk eerst maar eens wat er aan jezelf mankeert, voordat je een ander aanspreekt. Oordeel niet, want het is niet aan jou om te oordelen. Er is er maar één die mag oordelen, en dat is God. Oordeel niet, want het brengt je niet dichter bij elkaar. Als mensen elkaar veroordelen, ontstaan er kloven die niet overbrugd kunnen worden en drijven mensen uit elkaar. Oordelen veroorzaakt pijn en onbegrip. Het doet me ook denken aan een ander Bijbelverhaal uit Johannes 8. Van die vrouw waarmee de wetsleraren en de fariseeën bij Jezus kwamen. Ze had met een andere man geslapen. En dat was ontdekt. De wetsleraren en de fariseeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw heeft met een andere man geslapen. En dat is ontdekt. En volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel? De wetsleraren en de fariseeën die hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het zand. De wetsleraren en de fariseeën bleven hun vraag herhalen. En toen keek Jezus op en zei, wie van jullie heeft nooit iets verkeerd gedaan? Die moet als eerste een steen naar die vrouw gooien. En daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in het zand. En toen liepen de mensen één voor één weg. De leiders van het volk het eerst. En Jezus bleef alleen achter met die vrouw die hem gebracht was. Hij kwam overeind en hij zei tegen haar, waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld? En de vrouw zei, nee heer, niemand. En toen zei Jezus, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Wat zou Jezus eigenlijk gezegd hebben tegen die mensen die moffe meiden veroordeelden? Misschien denk je wel, ja, maar zo erg als die mensen toen deden, in de oorlog en zo daarna, dat doe ik niet hoor. Met mij valt het wel een beetje mee. Maar pas op, een oordeel zit in een klein hoekje. Denk maar eens aan die persoon op school die anders gekleed gaat dan jij en je vrienden. Hoe makkelijk is het om daar niet iets van te vinden, zonder dat je weet wat iemands achtergrond is? Of stel dat je samen op stap bent en iemand wil niet drinken of meedoen aan het experimenteren met drugs. Krijgt diegene dan alle ruimte om zijn of haar eigen keuzes te maken? Of vind je het maar flauw dat iemand niet meedoet? En kun je het laten om geen grapjes achter iemands rug om te maken als iemand uit de kast durft te komen? Als die je vertelt dat hij homo is of transgender. Zomaar wat vragen
waaraan je wel voelt hoe snel je toch een oordeel hebt geveld. Er is een ouderwets spreekwoord dat van oorsprong ook uit de Bijbel komt, namelijk: wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Oftewel, wat jij niet wilt dat er met jou gebeurt, een ander met jou doet, doe dat ook niet bij een ander. Dat is een heel mooi uitgangspunt om in ons achterhoofd te houden. Als we op die manier met elkaar samenleven, dan maken we de wereld met elkaar steeds weer een stukje leefbaarder. Amen.
daarom zitten wij hier en mogen wij ons leven leiden met de genade van God. Omdat Jezus overwonnen hebben we het langs mogen vieren. Want het is een viering dat Jezus uit het graf is opgestaan. En hij heeft de dood overwonnen voor jou, voor u, voor mij. En daarom mogen wij in de genade leven. Hij draagt de zegenkroon. Thank you.
Op een dag was Varkentje aan het koken. Ze was onvoorzichtig en de vlam sloeg in de pan. Het vuur greep snel om zich heen en haar huisje stond in lichte laaien. Angstig rende ze naar buiten. Brand, brand, schreeuwde ze. Maar Rat was er al. Met een emmer en water ging hij het vuur te lijf. Hij haalde op en neer van de rivier naar het brandende huis, tot het vuur geblust was. Van het huisje was niet veel meer over. Verslagen stonden ze erbij. Nu had Varkentje geen dak meer boven haar hoofd. Maar geen nood. Daar was Rat al met hamer en spijkers. Hij repareerde het huis zo vlug als hij kon. Op een keer ging Haas zich wassen in de rivier. Hij gleed uit en viel in het diepe water. Haas kon niet zwemmen. Help! Riep hij luid. Het was Rat die het hoorde. Als een snoek sprong hij in het water en bracht Haas veilig aan de kant. Iedereen was het er nu over eens. Rat mocht blijven. Hij was opgewekt en stond altijd klaar om te helpen. En hij bedacht leuke dingen. Een picknick bij de rivier of een speurtocht door het bos. En 's avonds vertelde hij spannende verhalen over draken in China die hij verslagen had. Het was een opwindende tijd en altijd wist Rat weer iets nieuws te bedenken. Toen Kikker op een mooie dag naar zijn vriendje Rat ging, wist hij niet wat hij zag. De tent was afgebroken en Rat had zijn rugzak op zijn rug. Ga je weg? Vroeg Kikker verbaasd. Ik moet eens verder, zei Rat. Naar Amerika misschien. Daar ben ik nog nooit geweest. Kikker was verslagen. Met tranen in de ogen namen de dieren afscheid van hun vriend. Misschien kom ik nog wel eens langs, zei Rat. Dan maak ik een brug over de rivier. Daar ging hij, die vieze, smerige, aardige, brutale, behulpzame, handige Rat. Ze keken hem na tot hij achter de heuvels verdwenen was. We zullen hem missen, zei Haas met een zucht. Ja, Rat liet een leegte achter, maar de bank stond er nog. En dikwijls zaten de dieren bijeen en haalden herinneringen op aan een Rat. We gaan zo bidden. We gaan ook voorbeden doen voor Gerrit en Alberta en zijn familie. Voor Jaap, omdat Geertje Kuipers-Talma van de week is overleden. Over 2 weken wordt een steentje voor haar bijgezet in de Alexanderkerk. Maar we wilden het vandaag toch even noemen. En in dezelfde week heeft Sita Kerkstra ook haar moeder verloren. Dus beide willen we aanhalen in het gebed. Laat ons bidden. Goede God, dank u dat we bij u mogen komen met alles wat ons bezighoudt. Dank u dat ons leven, onze blijdschap en ons verdriet u aan het hart gaat. Dank u dat we samen met u onze weg mogen zoeken in het leven. Dat u ons richting geeft en ons op goede gedachten brengt. Wat is het bijzonder dat Jezus ons heeft laten zien hoe we met elkaar om mogen gaan. Dat we dat op een manier kunnen doen waardoor we de ander beter tot zijn of haar recht laten komen. Dank u voor al die momenten dat mensen zich geraakt weten door uw liefde. En vandaag mochten we ook vieren dat Aafke zich als teken daarvan liet dopen. Wat geweldig dat u zo tot haar hart hebt gesproken. Wij willen bidden voor al die situaties waarin sprake is van polarisatie. Mensen kunnen elkaar soms zo makkelijk kwijtraken doordat ze te veel vasthouden aan hun eigen gelijk. Help ons om verdraagzaam te zijn en elkaar met respect te behandelen. Laat het zo zijn dat we zullen zoeken naar wat ons verbindt, zodat we bruggen kunnen bouwen in het contact met elkaar, in plaats van dat er kloven ontstaan. We bidden nu voor al die mensen die alles wat hen lief is achter moeten laten omdat ze moeten vluchten. Voor al die mensen die niet gewoon hun dagelijkse dingen kunnen doen omdat ze zich onveilig voelen. Bidden wij,
Laat het zo zijn dat we gastvrij kunnen zijn voor hen die het nodig hebben. Geef ons geduld en uithoudingsvermogen om te blijven verlangen naar de dag dat er vrede zal zijn in al die gebieden waar dat nu niet het geval is. Wij bidden u om perspectief en toekomst voor elk mensenkind. Wij bidden u voor iedereen die te maken heeft met ziekte en rouw. Ziekte kan zoveel impact hebben op het dagelijks leven. Het is moeilijk om die last te dragen. Wij bidden u om genezing en vragen u om geduld. Al die mensen die op onbegrip stuiten omdat ze met ziekte of beperkingen kampen, brengen wij bij u. Laat het zo zijn dat de mensen die chronisch ziek zijn, het geduld en de moed op kunnen brengen om de situatie te aanvaarden zoals die is. Vooral wie rouwt omdat hij of zij een geliefde moeten missen, bidden wij om uw troost en kracht. In het bijzonder zijn onze gedachten bij de familie Kuipers en de familie Kerkstra. In de afgelopen week moesten ze beiden hun geliefde vrouw Mem en Beppe missen. Heer, ontferm u en help ons met elkaar te ondersteunen waar dat mogelijk is. Laat het zo zijn dat wij u weten te vinden, ongeacht onze leeftijd of onze omstandigheden. We brengen u de dank en de eer, omdat u ons vasthoudt, omdat u ons nooit los zult laten. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Daarna, of tijdens de collecte, luisteren we even naar de band. En daarna komt nog een filmpje, want jullie hebben in de overdenking gehoord wat je allemaal niet zou moeten doen. Maar je kan ook dingen wel doen. En daar gaat het filmpje over.
จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดWe zijn bijna aan het eind gekomen van deze dienst. Ik heb genoten van jullie muziek. En als jullie dat ook vinden, zou ik zeggen even goed klappen. Houd niet weer op, hè? Geweldig, ga zo door. Wij kunnen na de dienst in de bar. Zijn jullie van harte welkom om nog even een snackje te eten, want het is bijna etenstijd. Nou, dat valt er altijd wel in, denk ik, hè? En samen eten is altijd goed. En dan gaan we nu samen zingen de blessing, de zegen, dat we tot zegen mogen zijn voor elkaar.
compassie. En, het was fantastisch om hier te zijn. En wie weet tot de volgende keer. En ik heb een muisje heeft mij ingefluisterd dat iemand jarig is vandaag. En dat wilden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan over dat deze plaats van harte gefeliciteerd. En wat fijn dat u er toch nog was om het woord te komen brengen. En een mooie boodschap denk ik die we allemaal zeker in ons hart moeten sluiten ook in deze moeilijke wereld. Wees lief voor elkaar, zullen we dat met z'n allen ook doen door even lang zoals te leven.